Het reizen met de trein is een... Ik hou ervan. Als ik in de trein zit, weet je, dan lekker het boekje lezen en vooral ook veel naar buiten kijken. Als ik maakt me juist in Duitsland of Italië of zo, maar ook in Nederland. Als ik in Nederland in de trein reis, ik naar het westen of zo, dan neem ik graag de trein. Door die weilanden kijken, hè, de zon onder zien gaan of ergens zien opkomen misschien. Koetjes kijken die er langskomen, windmolens, gewoon het Hollandse landschap. En als je naar het Hollandse landschap kijkt, dan zie je die windmolens inderdaad, maar die zie je langzaamaan vervangen worden of bijgeplaatst worden door al die high-tech windmolens om energie op te wekken. Hè, Nederland moet duurzaam worden. En als je nou die duurzame windmolens bekijkt, dan zou je kunnen afvragen, ja, die oude windmolens die staan vanaf 1600, 1700 zeg maar, en die nieuwe windmolens, gaan die ook zo lang mee? En als die niet zo lang meegaan, wat gebeurt er dan mee? Weet je, wat gaan we die afbreken en wat gebeurt er met het materiaal? En dat is een gedachte, die hebben nog niet heel veel mensen gehad. Maar Sarah, kom wat naar voren. Sarah is daar mee bezig geweest. En Sarah is er al een tijd mee bezig geweest, eigenlijk al een paar jaren. En uiteindelijk komt het nu weer samen in haar meesterproef. Dus het recyclen van het glasvezel uit de windmolens. Sarah, succes. Presentatie over mijn meesterproef waar ik het afgelopen jaar aan heb gewerkt. En mijn meesterproef gaat over het recyclen van glasvezel uit de rotorbladen van windmolens. En ik heb dit project gedaan voor mijn opdrachtgever EWT. Nou, zoals bijna elk ander project begon ik mijn project ook met een probleem. Want er is een probleem dat in eerste instantie niet uitziet als een probleem. Want door de jaren heen gaan we steeds meer gebruik maken van groene energie, zo ook van windmolens. En er worden ieder jaar meer en meer windmolens geplaatst. Maar wat gebeurt er daarna? Want zoals je hier ziet, aan het eind van 2016 waren er al meer dan 340.000 windmolens wereldwijd. En daar zit een exponentiële groei in. In 2017 was het al 10,7% vergeleken met 2016. Maar wat gebeurt er nu als die windmolens klaar zijn, na zo'n 15 à 20 jaar? Zijn die windmolens ook wel een keer aan het eind van hun levensloop. En wat daarna gebeurt, nu worden die windmolens gewoon verbrand, waardoor er heel veel CO2 vrijkomt. En hoe groen is dat nog eigenlijk? Is dat wel groen? Nou, mijn opdracht was dus om een manier te vinden om het glasvezel te recyclen uit de rotorbladen op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier. Nou, ik ben mijn onderzoek ook begonnen. Mijn onderzoek ook begonnen met vooronderzoek, want momenteel worden ze inderdaad dus verbrand. En er zijn al meerdere opties mogelijk, zoals pyrolyse, dat het verhitten onder hele hoge temperaturen in zou uitzouten, oplossen en... momenteel wordt dus verbranding gebruikt en waar ik in mijn onderzoek verder naar ben gaan kijken is het oplossen van de rode bladen. Ja. Nou, mijn project moest dus ook aan een paar eisen voldoen en dat was om een milieuvriendelijke manier te vinden voor het recyclen. Dan moest het ook een relatief goedkope manier zijn, want een groot bedrijf heeft natuurlijk minder interesse in als het veel duurder is om te recyclen dan om iets nieuws te kopen. En daarnaast moest de glasvezel die teruggewonnen glasvezel moest zo zuiver mogelijk teruggewonnen kunnen worden. Nou, ik ben mijn onderzoek eerst begonnen door in de literatuur te kijken van wat is er al bekend, wat wordt er nu gedaan en welke manieren zijn dus allemaal mogelijk. Nou, daarna ben ik verder gegaan op labonderzoek. En ik ben eruit gekomen dat het oplossen in een stof dat de meest milieuvriendelijke manier is. In dit geval heb ik dan etaanzuur oftewel azijnzuur gebruikt. En dat is dan niet gewoon azijnzuur die in je keukenkastje te vinden is, maar dat is 100% azijnzuur. En hiervoor heb ik gekozen omdat het omdat het relatief niet zo schadelijk is voor het milieu, maar wel heel goed de beste uitkomst had. En daarna heb ik ook naast heb ik gewerkt met de katalysator, waar ik zo mee over vertel. Nou, de resultaat. Hoe ik te werk ben gegaan, ik ben dus in het lab te werk gegaan en heb eerst gekeken van welke verhoudingen werken die het beste. Nou, ik ben dus te werk gegaan met zulke stukken. Dit is dan een stuk van de windmolens, die dan meestal echt gebruikt worden in de stukken windmolens. En die heb ik dan een stukje vanaf gehaald en elke keer op laten lossen in de azijnzuur. En uit het onderzoek is gebleken dat een verhouding van ongeveer 1 op 5, dus laat ik maar zeggen 20 gram
van het stuk rote blad en dan met 100 gram van de azijnzuur. Dat is de beste verhouding, want op deze manier raakt hij niet verzadigd en gebruik ik niet te veel azijn. En daarnaast heb ik gebruik gemaakt van een katalysator. En de katalysator zorgt ervoor dat het proces versnelt. En ik heb gebruik gemaakt van een kaliumhydroxide katalysator. En hier ben ik achtergekomen in de literatuur, omdat dit door veel professoren werd aangeraden. En ik heb dan ook gemerkt dat met het gebruik van 5% kaliumhydroxide, dat er dan de reactie wordt versneld in een... omdat je ziet na een uur zie je al meer een betere uitkomst dan een uur zonder de kaliumhydroxide. En zoals je op het bord kunt zien, dit is het na ongeveer 24 uur dat het in het azijnzuur heeft geweekt. En dan moet je een beetje vergelijken met, dit is eerst een heel dik en stevig blok. En vervolgens daar zie je eigenlijk dat een soort van de lagen al uit elkaar zijn gevallen. En dan bij 1 en 2 zijn ze nog zeg maar in het zuur. En dan bij de derde zie je heel goed dat het al opgedoofd is. En dan zie je ook dat het hars weer soort van versnipperd is en helemaal los is gekomen van het glasvezel. Nou, dan zie je hier nog wat resultaten onder de microscoop. Want de eerste is na één keer dat het één keer in het azijnzuur heeft gelegen. Nou, bij het eerste plaatje heeft het dus één keer in het azijnzuur gelegen. En dan kun je wel zien dat er nog een beetje residu aan de vezels zitten. En bij de tweede keer zie je, daar is het al uit elkaar gehaald. Dus daar zit de losse glasvezelmat, zoals je op de eerste foto ziet, zijn nog een keer in de azijnzuur geweest. En dan zie je al dat het een stuk schoner is. En dan zie je hier nog een verschil met, gewoon iets fijner. Na het toevoegen van de kaliumhydroxide. Bij de eerste zie je dat ze nog wel een beetje aan elkaar zitten, maar relatief schoon. En bij de tweede foto zie je dat ze eigenlijk al zo goed als schoon zijn en weer opnieuw geweven kunnen worden tot matten. En ook weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat was het. Leuke presentatie. De hars die dan opgelost is in het zuur, wat doen we daarmee? Dat is niet herbruikbaar. Daar zou je gewoon vanaf moeten komen door of eventueel alsnog te verbranden. Door zeg maar, dat je dan, helemaal aan de rechterkant ziet om dat alsnog te verbranden. Maar dat is al minimaal vergeleken met hoe groot het eerst was. Okay. Maar dat kun je... Je hebt gekeken zeg maar, naar de verhoudingen CO2 voor die tijd en na die tijd, zeg maar. Dus als je een heleboel zou verbranden, nu dan in feite ook. Ja, nee, ik heb al gekeken. Het is inmiddels de derde keer dat ik aan het project werk. Eerst heb ik gewerkt met polyester hars. En daarvan was de hars nog wel te gebruiken. Omdat het daar zeg maar echt oplost in de azijn. Dus als je daar het azijn uit wilde halen, was het gewoon weer als een hars. Maar hier, maar de epoxyhars die hier wordt gebruikt, is helaas niet meer te hergebruiken. Omdat het allemaal kruimelt, allemaal losse deeltjes afstaat. Dus wil je het alsnog moeten verbranden. Dank je. Ja. Andere vragen? Kan je misschien iets zeggen over de kosten? De kosten van dit proces van recyclen en de kosten van glasvezel? Wat kost glasvezel eigenlijk beton? Ja, dat zou ik in een verder onderzoek moeten uitzoeken, want ik ben nog niet zo diep erop in geweest. Maar wat wel over het algemeen is. Ik heb het glasvezel zelf nog goed, maar ik weet zo even niet meer de prijs uit mijn hoofd. Maar een glasvezel is een relatief dure grondstof, omdat het proces om van maken zelf ook best wel schadelijk is. Heel veel CO2 ontstaat en heel veel andere chemische stoffen. En door het recyclen, en het is ook, ja, omdat het relatief duur is en door het recyclen, zou je het dan ook opnieuw kunnen gebruiken. Waardoor je daar in kosten scheelt. En daarnaast is azijn die ik gebruik, is vergeleken met de andere opties relatief goedkoop. En waardoor door het, zeg maar, doordat je het glasvezel terugkrijgt, komen er minder CO2 uitstoot en daardoor wordt het ook een stuk lager omdat bedrijven daar ook voor zeg maar, moeten betalen. Ja,
Great minds think alike. Nog meer vragen? Geen vragen meer. Sarah, met dikke koorts hier, compliment. Dankjewel.